tegenwoordig dat het plastic is. Kijk, gewoon ja, echt van die nou, soort van driehoekjes. Gewoon een plastic zakje. En ja, hier gooi je dan kokend water op plastic. Dus ja, het is gewoon echt super stom. Dus je drinkt eigenlijk plastic thee? Ja, kijk, en dit is dan nog een relatief goede kwaliteit. Nou ja, voor zover je dat mag noemen, maar dat is redelijk stevig. En kijk, en deze, ja, deze vind ik helemaal echt bizar. Dit is dus ook gewoon van kunststof. En ja, dit zijn gewoon de vezeltjes. En als je dit doet, nou ja, dan zit, kijk, je ziet al gewoon. Dit komt gewoon al vrij, zeg maar. Dat drink je dus op. Ik bedoel, dat is gewoon. Dan drink je dus letterlijk plastic. Jeroen Dagevos werkt voor de Plastic Soup Foundation. Dat is een organisatie die zich vanuit Amsterdam inzet om wereldwijd plasticvervuiling tegen te gaan. Waar zit er allemaal plastic in? Ja, het zit heel erg om ons voedsel natuurlijk. Het drinken, de flesjes. Ook inderdaad producten als thee, onze groente en fruit die in plastic worden verpakt. Het zit heel erg in de keten eigenlijk, het vervoer van je spullen. Maar ook bijvoorbeeld je kleding is van plastic. En allerlei cosmetica zit plastic. En allerlei schoonmaakmiddelen zit plastic. Het is letterlijk overal. En dat moet anders, want eens plastic in de natuur of op straat belandt, is het zeer moeilijk om het nog uit ons systeem te krijgen. Het zijn allemaal afval dat eigenlijk van stranden komt of uit zee is gehaald. Dit zijn er maar de ballonlintjes. Dat is veel om te doen tegenwoordig. En mensen laten een ballon op, die komen ook ergens naar beneden. Heel vaak in zee komen die dingen terecht en zeker die plastic lintjes die blijven over. Je denkt, goh, leuk, een ballon. En feestelijk, zonder na te denken, wat gebeurt hier nou mee? Want het gebeurt eigenlijk heel lokaal. We zeggen altijd, plastic soep begint op je stoep. Uiteindelijk eindigt het echt in de oceaan als plastic soep. Dit zijn allemaal plastic items van het strand van Hawaii. En dit is dan eigenlijk nog relatief groot. Maar je kan al zien dat bijvoorbeeld doppen hier, de kleur hier langzaam eruit gaan. Het is niet meer zo fel en het valt ook uit elkaar, het verbrokkelt. Uiteindelijk degradeert het echt tot wat we dan plastic soep noemen. Dus eigenlijk in eerste instantie had men het ook over eilanden in zee van plastic, waar je dan overheen zou kunnen lopen. Nou, dat is het niet. Dat is eigenlijk dit. Het is allemaal veel kleiner. En dit zijn eigenlijk ook nog de relatief grote stukjes. Dit wordt nog veel kleiner. Dat ga je eigenlijk pas zien op het moment dat je een planktonnet er doorheen sleept en dan... Ja, in dat planktonnet zie je dus allemaal hele kleine microscopische stukjes plastic zitten. Vogels en vissen eten het op en zelfs in algen werden er al kleine deeltjes van teruggevonden. Zeker het kleinere plastic, dat komt nog veel makkelijker in je voedselketen. Dus er zijn ook voorbeelden van algen die eten micro- of nanoplastic. En dat wordt dan weer gegeten door een groter visje en weer een grotere vis. En daar zie je ook effecten van gedrag op die vis. Wat je weer kan herleiden tot veranderingen in de hersenstructuur op basis van die plastics. En dan wordt het toch wel freaky, zeg maar. Of die nanodeeltjes ook ons gedrag beïnvloeden, of wat de gevolgen voor de mens zoal kunnen zijn, daar weten we opmerkelijk genoeg nog maar heel weinig over. Die wordt superactief of super traag, dat vind ik wel echt freaky. En tuurlijk heb je dan direct de vraag, hoe zit het dan met mensen? En, en al dat ADHD, komt dat daardoor? Maar goed, dat weten we dus nu nog niet. Om plasticverontreiniging in kaart te brengen, stelde de Plastic Soup Foundation een atlas samen. Met daarin de oceaanstromen die plastic naar een bepaalde plaats stuwen. Maar plastic is niet alleen voor de oceaan een probleem. Het belandt ook via de landbouw op ons bord. Kijk eens wat er op land gebeurt. Dus daar heb je dat bijvoorbeeld rioolslip wordt uitgereden als mest. En dat komt van de waterzuivering. Dat heeft allemaal plastics afgevangen. En die worden dan... weer in het milieu gebracht. De aardworm die brengt het naar diepere lagen. De grote angst is dat het plastic, want in plastic zitten ook additieven, chemicaliën, dat die langzamerhand ook de voedselketen gaan aantasten. En dat wij dan langs die weg giftige stoffen op ons bord krijgen in plaats van een gezonde aardappel of ui of wortel. De single-use plastics zijn het grootste probleem. Dat zijn wegwerpplastics, zoals bijvoorbeeld de winkeltasjes. Maar evengoed het plastic waarin groente en fruit worden verpakt in de winkel. Bioproducten worden op die manier onderscheiden van niet-bioproducten. Maar daar brengen laserinscripties straks misschien wel verandering in. En dat is een prachtig alternatief voor verpakkingen. Want je hebt het plastic niet meer nodig. Producenten gebruiken vaak plastic ook om informatie op dat plastic te drukken over het product. En dat hoeft niet meer. En dit is een goed alternatief voor de biologische verpakte producten. Maar uiteindelijk kan het ook voor gewone groentes en fruit gebruikt worden.
Er zijn al winkels die hiermee werken, maar de techniek is voorlopig nog duur. En niet verpakte producten zijn ook minder lang houdbaar. De supermarkten moeten daarin meegaan. Dat is misschien het grootste hobbel. Dus als die zeggen, ja, we omarmen dit initiatief, dan kan het heel hard gaan. De verandering moet van onderuit komen. Maar, zeggen ze bij de Plastic Soup Foundation, de overheid zal bedrijven moeten verplichten om, wanneer het kan, een alternatief voor plastic te zoeken. Ook als dat duurder is. Het moeizame verbod op plastic zakjes of de discussie rond statiegeld op petflessen illustreert hoe lang en moeilijk de weg nog is. Dit is gigantisch aan het veranderen. Het is echt je merkt echt dat politiek en ook bedrijfsleven, ze zijn echt volledig wakker. Ze zien dat het een gigantisch probleem is. Het wordt echt van onderop wordt die beweging echt gewoon naar voren geduwd eigenlijk. En iedereen snapt dat plastic niet in een oceaan hoort te zitten, dat het niet in ons eten, niet in ons drinken hoort te zitten. Dus als wij nu gewoon doorgaan zoals we nu doorgaan, dan stikken we letterlijk in plastic. En dat is gewoon totaal onacceptabel.